Hey, yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Ronald Speelt Minecraft. En vandaag gaan wij naar de Nether om meer blazerots te halen voor fancy dingen, voor potions en voor meer brewing stands en alles. Want de creeper heeft in de vorige aflevering mijn brewing stands opgeblazen en zo. Dus ja, en wij gaan vandaag als het mee zit even wat sheepjes daarin voor een mooi tapijtje hier. Dus ik moet me eerst maar eens even voor gaan bereiden op die expeditie naar de Nether, lijkt mij. Ik heb denk ik nog even een chest nodig. Zo. Ik ga even alles erin dumpen wat ik allemaal gewoon niet nodig heb. Maar goed, we gaan dus naar de Nether. En dan gaan wij op zoek naar, jawel, blazerots. Even kijken. We hebben dit nodig. We hebben flint en steel sowieso natuurlijk. Even meer torches. Zo. Zo, ik heb amper torches. Ik neem de kont niet mee. Heb ik gewoon hier even een powerboog hier of zo? Heb ik die niet meer? Ik heb nog wel een power flame one boog. Alleen ik heb geen arrows. Dus dat maar niet dan denk ik. Wat wel? Stekje cobblestone. Sure, why not? Hebben we waarschijnlijk wel nodig. Wat meloenen, wat appels. Zo, ik neem dit mee. Want als ik erin donder, dan ben ik echt gewoon mad bro mad. Oké. Dat niet. Dat gaat daarin. Oh, ik heb al leggings. Oké, dan pakken we dit. Appel weer terug. Bam, jong. Heb ik niks anders meer. Oké, dat is wel een beetje poep. Dat is wel poep, jong. Even kijken. Ik heb verder niks anders. Oké. Nou ja, een beetje arbeiterige expeditie naar de Nether dan. Maar maar dan denk ik, hè. Even kijken, we hebben dus wat cobblestone om snel voor die beesten te gaan lopen. Even kijken, is het misschien handig als we iets van een golden appeltje maken of zo? Want we moeten het wel tegen blazers opnemen. Dus laten we even gewoon wat gold halen, een paar golden appeltjes maken, twee of zoiets. Zou cool zijn. En waarom heb ik geen sprint meer? What the fuck? En waarom is alles falend? Kijk daar, ik kan niet meer sprinten. Ligt er aan eten of zo? Sticky keys. Hallo, ik wil sprinten graag. Mag dat even, dank u wel. Hallo, Minecraft. What the fuck? Waarom kan ik niet meer sprinten? Wat? Waarom kan ik niet meer sprinten? Ligt het aan... Ben ik gekroost of zo? Nee, ik kan nog wel gewoon bukken. Volgens mij doet het bij de sprinten niet meer of zo. Ligt aan nieuwe Minecraft. Ik heb de nieuwe Minecraft geïnstalleerd. Het zal wel. Nou, dan kunnen we niet rennen vandaag. Nee, ik ben kreupel. Ik denk dat ik dit episode zo ga noemen of zo. Ronald is kreupel of zo. Nou ja, gaan we lopen gewoon. Lalalalalala. Even kijken. Zo, we hebben goud nodig voor wat gouden appels. Wat zit hier nog voor meuk in? Hele hoop met meuk, dat is zeker. Gigantisch voor meuk. Tonnen. Echt gewoon goed, moet gewoon. Guard, even kijken. Goud, dat is niet beneden, Ronald. Jij aap. Ik weet niet waarom ik steeds naar beneden ga voor goud of zoiets. Ik weet het gewoon niet. Ik ben gewoon schil, oké. Even kijken, goed. Gaan we goud halen. Mijn muis doet het ook al niet meer. Is het toch voor meukheid? Ik maak gewoon dit allemaal in golden apples. Fuck it. Zo, twee golden apples. Dat is wel genoeg voor die blazers, denk ik. Oké. Goed, twee gouden appels. Ik ben te lui om allemaal blokjes te graften en alles. En dan kan ik misschien beter kunnen gaan slapen. Maar ach ja, ik ben dom. Dus ja, je kent me wel. Oké, zo. Oké, wel. En dan kan ik dus niet rennen, want nou, ik ben gewoon kreupel. Hopelijk gaat het niet echt problemen geven in de Nether natuurlijk. Ik heb gouden appels, dus dat is wel goed. Even kijken, ik doe wel lekker even snel dicht bij mijn hotbar. Kan ik snel naar de appels en zo. Dus dat is wel fijn. Even kijken, die ook nog even hier zo. En natuurlijk, hier hebben we allemaal eten. Dus ja, even kijken, zo, eten. Om. En natuurlijk, ik heb flint en steel bij mij. Voor als mijn Nether portal wordt uitgeschakeld door ghast of zo. Want anders dan baal ik wel heel erg. En nee, zombies, ik ga jullie niet bevechten. En skeleton, jou al ook niet. Ik wil zeggen, jou ook niet en jou ook al helemaal niet of zoiets. Ik weet het niet. Ik ben gewoon schil, oké. En kreupel en sneu en zo. Nou, moet ik helemaal naar beneden. What the fuck, wat is dit voor meukheid hier? Kan ik dit weer weg gaan hakken? Dat zou ik wel weer geplaatst hebben of zo. Nou ja. Oké. God, ik hoor allemaal weer zombies beuken op de deuren.
Oh god. Nou, dan net hè, blazerrats verzamelen. En dan hopelijk weer terug. En ja. Hopelijk kom ik levend en wel weer terug hier. Want al die meuk. Ga ik de goede kant op? I think so. Ik moet ook maar science gaan plaatsen in die nether. Ik moet dus überhaupt gewoon maar eens wat gaan doen hier in die nether. Iets met een railroad track of zo. Dat ik in ieder geval veilig aankom. Zonder dat ik half dood ga hier. Oh, zombie pigments. Ik wil echt niet zo'n zombie pigments slaan. Want ze zijn echt overal hier. Gaat mijn dood betekenen, dudes. Hey, dudes. Chop, 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 chop. Oh, god. La 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 la. Echt, dit schiet gewoon niet op, dit gewoon. Het echt, wauw. Pom, 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 pom. Loop door, Ronald. Loop door. Zo zitten jullie nou allemaal te schreeuwen. Loop door, Ronald. Loop nou door. Gaat uren duren. Oh ja, by the way, ik moet ook maar eens een keer glowstone gaan verzamelen. Dat gaat ook eens een keer een fantastische expeditie worden. La 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 la. Ik zal binnenkort misschien nog wel eens wat Dualcraft multiplayer gaan opnemen ofzo. Ik weet het niet. Moet ik eens even kijken of het allemaal wel wil en zo, want ik heb het heel druk. What the fuck, mijn toetsenbord, dat space toch gewoon. Oké, Ctrl Shift. Ik kan nog steeds niet rennen, kut hoor. Ctrl Shift, dat fixt je buggeneuzel als het goed is. Waar moet ik nu heen? Oké, hierin. Gewoon even spammen met torches hier dat ik daarin moet. Ik hoor alweer ghasties. En daar ben ik niet zo content mee. En ik kan niet rennen voor ghasts. Dus ja, ik moet ze ontwijken. Niet in het vuur lopen, Ronald. Holy shit. Dit is een hele instabiele brug, dus ik wil niet slaan op iets. Ik moet het nog verstevigen met cobblestone. Maar ja, nu niet. Vandaag niet. Zul je zien dat ik zo meteen in donder op de terugweg. Dat ga ik zo reeds. Ik heb niet voor niks al mijn diamond armor afgedaan in de nether. Het is al een heel riskant iets dat ik met deze dingen loop hier. Die pickaxe en die... Waarom heb ik die pickaxe eigenlijk meegenomen? Oh, fuck mij als ik doodga. Kijk, hier moet ik in. Mijn muis doet het ook niet meer, jongens. Mijn muis die gaat haperen. Ik weet niet wat het is, maar... Ik... Ja, het zal wel. Oké, waar zijn de blazers? Ik ga een blaze spawner hier ergens, of niet? Blaze, dat hebben we helemaal uitgehakt laatst. Blazers. Zoek de blazers. Spelletje. Oh, blazies. Ik weet echt niet meer waar ik die blazers heb gevonden, jongens. Echt niet meer. Ik weet niet meer. Waarschijnlijk hier ergens of zo. I don't know. Maybe. Hier niet. Wat is dat, een blazer? Nee, dat is glowstone. Where do I need to go for the blazers? Ik ben niet geweest. Er is hier een torch. Don't wanna fall in there, though. Oh, kunnen we nog hoger? Dat denk ik zo. Nee. Ik ga gewoon weer terug. Hopelijk vind ik zometeen snel blazers. Best wel stom. Ik wil snel blazers vinden. Waar was ik nou? De uitweg dan. Uitweg. Hallo. Oh, hier. Nu ben ik een keer gewoon zo. Uitweg. Oké, goed zo. Ik ga de blaze spawnen, want hoe kwam ik anders aan die blaze rots? En ik ben niet echt verder in net erin gelopen dat ik me kan herinneren, dus... Het moet hier ergens zijn. Misschien hier binnen. Dat zou kunnen. Dat heb ik helemaal uitgehakt hier. Oh god, dit is echt zo van dat brek dit. Verschrikkelijk. Even kijken, zo'n pigments, hallo. Naar beneden, ik ben steeds bang dat ik de lava in donder. Lek. Was dat een blaze? Nee. Ik ben hier kennelijk nog niet geweest. Nou ja. Kunnen we beter gaan exploren dan, denk ik. Is dit doodlopend? I don't hope so. Oké, het gaat rond. Wauw. Oh, verkouden is de neus hier zo. Holy shit, oké, wel, hier hebben we echt gewoon niks aan. Wel, en nu wandelen we rustig weer terug hier. Jongen. Echt, waarom kan ik niet rennen? Ik ben gewoon een kreupelde downie. Wat? Wie zei dat nou weer dan? Ik niet. Wat? Nee, dat horen jullie nooit van mij. Even kijken, hierheen. I have faith in it. Of I try... Oh, hallo. Dat nemen wij mee. Chop, 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 chop. Nou, dat niet. Stom ding.
Het was net mijn Minecraft een beetje geglitst zo. Ik weet het niet. Misschien doet mijn battle sprint het niet meer. Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Nee. Donder ik in ieder geval niet in. Die shit dogs. Zo, dat was de uitweg, oké. Okay. En nu ben ik op de hop. Ja, hier langs, oké. Okay. Holy shit, man. Ik wil daar gewoon niet in donderen. Oh nee, opgebokt jij. Je hoofd. Hallo meneer de zombie Pikman, hoe gaat het met u vandaag? Met mij gaat het wel goed. Oké, okay, naar beneden, hier dan. Nee, ook niks. Waar de fuck is mijn blaze spawn? Ik ben kreupel. Ik ben dement. Ik ben gewoon sneu. Even kijken. Goed. Hierheen. Let's go. Daar is een blaze spawn volgens mij. Oké, okay, what the fuck. Als ik controle inhoud, dan kan ik wel... What the fuck? Oh. Sprint hold. Wat? Nee, dat moet... F. Jee. Nee. Sprint toggle. F. Doe deze maar op Griek zij of zo. Sneak. Toggle. Ja. Jezus. Jee. Oké, dit is een blaze spawner, maar wel levensgevaarlijk in deze spawner. Maar ja. Moeten we gewoon wat veiliger maken, hè? Dat ik er niet af sodemieter. Want dan ga ik best wel rage, dus ja. Ik wil ook. Ho. Nee, jij emo piemel. Alles wat ik nodig heb zijn 1 of 2 blazegas of zoiets. Dus geef mij dat maar gewoon. Oké. Oké, doet. Zo, even veilig maken. Want nou, hier beneden is allemaal lava en meuk, dus. Meuk. Zou jullie nu zeggen, de meuk. Oh. Oh nee. Ik maak dit ook niet voor niks, hè. Kijk, dit is een beetje mijn safe room, denk ik dan. Of zo. I don't know. Eén blaze rat. Dat is mooi, dat is heel mooi. Nou, meneer Blaze, where are you? Ik moet de volgende keer ook meer van die meuk meenemen. Wat heb ik? 3,5 netherwart? Wat? Ik hoor ze wel. Maar ik zie ze alleen niet. Dat is best wel kut. Oké dan. Nou, hallo. Spawn. Ik heb er minimaal 3 nodig. Kan ik tenminste nog de glistering melons maken voor healing potions. Dus komen we nog nergens hier. Oh, hallo. Nee, dat is gewoon niks. Gewoon, dat is gewoon poep. Geef mij nou blaze rots. Hallo. Kom je niet van Jan Lul. Als ik een boog had, jongen, zou jij zo dood zijn. Ja, mis, jongen. Kikkeboe. Holy shit, al. Opgewokt. Waarom heb ik een zwart met een nok? Dan zitten de tweede alweer beuren. Hallo. Oh, ja, mis jongen. Bedankt voor het licht trouwens. Nou, ga spawnen. Dankjewel. Dat zijn 2 blaze gods. Dat is mooi. Oh, ja, mis jongen. Jammers. Ho. Nee. Nog niks. Je krijgt wel lekker veel levels van die dingen. Wat je eigenlijk zou moeten doen, je zou eigenlijk een blaze spawn moeten maken met dit helemaal zo en dit en dat. Dat het helemaal overheen gaat en dat je gewoon
in zo'n kamertje hebt, zeg maar, waar je blazers zo kunt choppen. Zo. En als het gewoon gevaarlijk wordt of zo, dat je er gewoon achter kunt doen, een deurtje dicht of zo, weet je wel. Gewoon met een deur. Met een deursysteem. Het zou cool zijn. Oh, hallo. Ja. Oh, dankjewel. 3 blazers gehad. We gaan nog even door. Ja, even eten. Peaceful Minecraft music ook op de background. Ook gewoon nice en zo. Waarom spawnt dat ding nou niet dan? Ik heb in ieder geval weer 53 netherwart. Er zijn nog gewoon 2 stacks netherwart. Dus we kunnen gewoon echt al gaan brouwen als we gewoon ook allemaal glas gaan koken en zo. Dus we moeten gewoon ook nog heel veel meuk inrichten daar. Dit moet allemaal nog beter gemaakt worden natuurlijk. Wat je niet wilt is dat je... Oh my god, in de fik gaat staan. Er zijn gewoon 3 van die Mongols zijn er gewoon buiten. En die hebben allemaal blazergas bij zich. Vloek jullie. Maar goed, kreupelen Ronald is dus afgelopen. Ik heb werkelijk geen idee hoe mijn beter spritmod... Ik weet het al, ik heb hem opnieuw geïnstalleerd. Ah, Jesus the blind man. Vandaag. Oké. Maar daarvoor heb je dus een dakje nodig dat die dingen niet wegvliegen. What the fuck is mis met jou? J4. Ik wil er echt gewoon wel 5 of zo. Ik heb er nog 1 nodig voor een brewing stand. En dan kunnen we ook nog glistering melons maken voor healing potions. Binnenkort moet ik ook maar eens... Oh nee, wacht. We hebben er heel veel nodig. Want ook voor fire resistance potions. Dat holy shit. Dat gaat hier wel weer lukken, denk ik. Want nou ja, magma cubes. Die kreeg ik zo wat nooit. Dus ik heb er nu 6. Dat is heel mooi. Oké. Holy mother of fucking god. Eet dat op. Oké. J8. We gaan voor de 10, oké? Okay? Dan hoef ik echt voorlopig gewoon niet meer terug hier. Dus ja. Team Blazers, let's go. Oh god. Oh god, als die gasten er gaan mee moeien, dan is dat GG. 9. Ho, wat denk je wel hier niet? Denk je wel? Driknek! Oké, even uitmaken zo. Spawn, maar mijn schatje, spawn. Team Blazerots, GG. Hoor je mij niet over? Oh, dat, wauw. Lolkets. Dat was de Blazerpawn die ik in eerste instantie in gedachten had. Maar ja. Ik moet terug. Oké, ha, kijk eens aan. Wat is dit nou? Oké. Oh god, Jesus Christ. Eten en rennen. Oh. Oké, nu gaan we even een pro-hardcore parcours doen hier. Dit is gevaarlijk, dit is heel gevaarlijk. Nee. Oké, net een gek. Gewoon rennen, Ronald. En veilig hier binnen, oké. Holy shit. Ik moet dat nog echt fatsoenlijk gaan maken, want volgens mij is dat zwevende gravel. Dus als ik de blokken ga updaten door er tegenaan te slaan of door een blokje te plaatsen, dan sodemieten de hele rotsen naar beneden volgens mij. En daar hebben wij geen zin in. Dan heb ik er al mijn appels al heen, wat er wordt. En dan gaan we maar meloen zitten eten hier. Zo. Meloen. In melon a day keeps the doctor away. Dat is mijn motto. Eigenlijk totaal niet. Maar ah, kijk, daar is de blaze spawner. Dat ik dat niet heb gezien, dat daar een blaze spawner zit. Dat is mis met mij. Het had ons een hele hoop tijd bespaard. Wel 10 minuten of zo. Oh, ik zie. Oh god, ik moet al bijna weg hier. Ik moet zo weg. Snel moet de episode afsluiten met de meuk. Snel. Hurry, daar is mijn netter portal. Daar is netter portal, snel. Quickly. Ik denk dat we die schaap in de volgende episode moeten gaan doen. En dan gaan we ook wel alvast wat meer van die dingen smelten. Wat glas gaan we maken en zo. En ja, potions maken alvast wat. Jij son of a bitch. Teleport me terug. Oh, goodness. Veilig, home sweet home. Jezus Christus. Even kijken, een torch. En torch. Ik had de trap, by the way, ook veranderd, zeg maar. En ik weet niet of jullie het al hadden gezien, maar eigenlijk... Ik had daar een brug gemaakt, zeg maar.
Ah, nou ja, die laat ik wel jullie in de volgende episode zien. Eens even kijken. Jee, ik kan broeksteentje maken. Even kijken. Eerst even al die vieze niet-diamanten armor uitdoen. Even pro-armor aandoen. Oké, goed zo. Maar ik had dus... oh, wacht. Is die net wordt even stormen? Loop, oké. Maar ik had dus al een hele hoop extra... wood gekapt. En daarom heb ik die brug gemaakt. Hij gaat helemaal naar de swamp toe. Ik heb dat swamp helemaal gekapt, zeg maar, bijna. Zodat we daar binnenkort ook even een tree farm kunnen maken. Maar ik wil dit eerst klaar hebben, want ik heb gewoon potions nodig. Dus ja. Dus even kijken. Wat wou ik ook weer doen? Oh ja, ik wou zo'n ding gaan maken, hè. Zo'n brewing stand. Ja, dat hoeft er maar één te zijn, Ronald. Oké. Okay. En huppla. Huppla. Even kijken. Het moet eigenlijk hopla zijn, maar goed, ik zeg huppla. Even kijken. Zo, dit allemaal zo. Even kijken, het is allemaal building. Ah, fuck it, ik ga het gewoon storen. Dit, allemaal weg, die meuk. Dit ook, die niet. Bloem in de inventory. Die heb ik niet nodig nu. Maar jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dus ja, abonneer nog even als je het niet hebt gedaan. Like de video nog even in de volgende episode. Dan gaan we sowieso even met die schaapjes allemaal bezig en zo. We gaan wat rode schaapjes krijgen. We gaan schaapjes breeden. We gaan, ik denk in de volgende episode veel met die farmbeesten allemaal bezig. Dus ja jongens, bedankt voor het kijken. Volg me nog even op Twitter, @ShadowGames23. Like de video als je het nog niet hebt gedaan. En abonneer als je dat ook nog niet hebt gedaan. En wel, dan zeg ik nu, later mensen.